Dames en heren, leden van de voetbalvereniging Bladella en uiteraard een bijzonder woord van welkom aan onze jubilarissen en hun aanhang. We zien het, ook dit jaar weer een groter aantal jubilarissen, wil ik vanavond mijn nieuwjaarsspeech beperken tot de hoofdpunten en hoogtepunten die we in 2011 hebben mogen beleven en dat zijn er niet weinig. Zo, dan begin ik met Jan Rombouts, dames en heren. En ik ben blij dat Joke hem vandaag ook weer vergezeld, want alleen dat feit op zich is al een mirakel. En vervolgens, met het jubileum aan zich, is Jan weer opnieuw heel erg actief geworden. Hij was een van de mede-organisatoren van Bladella Culinaire, een van de uitstekend geslaagde evenementen tijdens ons jubileumjaar. Jij loopt er mij maar één keer uit, en daarna word ik gewisseld. Als je net wekelijks je directe tegenstander moet gaan uitleggen, is de tijd om te stoppen nabij. Maar de persoon van Sojevoets is daarbij nogal eens onderwerp van gesprek. Op de eerste plaats vind ik het geweldig, Soj, dat je er vanavond toch weer gewoon bij bent. De afgelopen jaren is het afzien geblazen als het gaat om je gezondheid. En hier weer op het sportpark verschijnt als de conditie het maar even toestaat. Hans Clemens, dames en heren, is overkomen waaien van Hilvaria. En inmiddels geeft hij samen met Kees Kolen leiding aan het derde. En dat doen ze zo goed dat ze het vorig seizoen direct het kampioenschap behaalden. Wil Jansen, beste Bladella vrienden, kwam vanuit Reutel naar Bladella. Hij maakte deel uit van het Vaandelteam. Als ik dat zo oplees, vraag ik mij ook af hoe dat allemaal maar kon toen de tijd. Heeft zijn sporen als vrijwilliger namelijk al zeer verdiend. Hij heeft jarenlang gefunctioneerd als grensjager, oftewel vlagger, en tegenwoordig heet hij assistent scheidsrechter. En tenslotte komen we bij het toetje van deze serie uit, Sweet van Rossum. En uiteraard is de onafscheidelijke Maria aan zijn zij. Wat moet ik van deze mens nog melden? Behalve dat hij al in 2004 tot erelid van Bladella werd benoemd. Hij is een Bladella-man in hart en nieren met een warme belangstelling voor het jeugdvoetbal. En ook is hij een vaste supporter van het Vaandelteam. Behalve de sportieve kant houdt Mark ook van de gezellige zaken die bij Bladella nogal met enige regelmaat aan de orde zijn. Zo is hij een trouwe bezoeker van de donderdagavonden in de kantine. Gerard heb ik in juni tijdens de ledenvergadering al toegesproken in verband met het toekennen van de benoeming tot lid van Verdiensten. Je bent 35 jaar jeugdleider geweest en daarbij heb je allerlei categorieën bij de jeugd begeleid. Tjeuk was een specialist in het nemen van vrije trappen. En zijn ultieme hoogtepunt was het scoren van 2 goals in juni 1981 tijdens de beslissingswedstrijd Bladella 7 tegen Hapert 5. Waarmee het kampioenschap werd behaald, waarvan acte. Zolang Frank gevoetbald heeft, is Paarsman altijd zijn leider geweest. Tijdens zijn eerste wedstrijd bij die senioren vroeg Koutje na 15 minuten om een wissel. Aan zijn bloedeigen leider, streepje vader, zei hij mendig en snelle buitenspeler die gemakkelijk scoorde. Jan combineert zijn verantwoordelijkheid als penningmeester, waarbij hij met serieuze en belangrijke zaken voor de club bezig is, met een Bourgondische levensstijl. Dat penningmeesterschap doet hij inmiddels alweer 20 jaar. En Jan is daarmee de langst functionerende penningmeester in de geschiedenis van Bladella. Jan, dames en heren, is 50 jaar lid van Bladella. Iedereen zal het niet weten, maar Jan heeft zelf ook gevoetbald. Hij bracht het zelfs tot Bladella 2.
En ik heb me laten vertellen dat hij meestal op het middenveld zijn mannetje stond. En Jan die ging niet aan de kant staan, die kon hem beter ontwijken. Hij was daarom niet altijd de makkelijkste voor de scheidsrechter van dienst. Vandaar dat het zwarte pak met fluit hem het best zou staan. In 1979 slaagde hij dan ook voor de scheidsrechterscursus. En Jan trok heel Brabant in om voor de KNVB te fluiten. Wat hij overigens nog steeds doet. Zowel op zaterdag bij de jeugd als zondags bij de senioren. En nog steeds op niveau. Een applaus. Bij Bladella was hij jarenlang trainer en leider bij de jeugdselecties van C1 en C2, A1, B1, maar ook bij D, bij B1. Van 1990 tot 1993 maakte hij een uitstapje als jeugdcoördinator bij Bergijk. Maar bij Bladella verzorgde hij vervolgens weer extra techniektraining op woensdag en op vrijdag. Hij leverde zijn bijdrage aan de voetbalschool en de jeugdvoetbalkampen. Tussen 1997 en 2000 was Kees lid van de technische commissie en daarna tot 2003 lid van het hoofdbestuur. Ja.